We hebben op dit moment nog 23 chauffeurs en dat is een jaar geleden was het nog 33. Dringend hebben ze behoefte aan nieuwe chauffeurs bij de Stichting Vervoer voor Ouderen in Haren. Door ziekte en ouderdom zijn er het afgelopen jaar veel meer chauffeurs gestopt dan gebruikelijk. Dat leidt nu tot problemen in de dienstverlening. We hebben dus een bus, een auto en de retourauto, maar we hebben te weinig chauffeurs momenteel. Dus eigenlijk rijdt de auto de hele maand juni niet. En soms moet je klanten ook teleurstellen, want is er gewoon geen ruimte. Ouderenvervoer Haren voert meestal korte ritjes uit, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis of naar de kapper. De stichting is speciaal bedoeld voor ouderen die ritjes niet meer zelfstandig kunnen maken, of voor ouderen die het niet zo breed hebben. Vaak zijn het met lage inkomens. Hè? Ze hebben zelf geen vervoer, kinderen niet in de buurt. Ja, dan wordt het al heel moeilijk of ze moeten met een reguliere taxi. En dat is natuurlijk aanzienlijk duurder. Een van de chauffeurs is de 65-jarige Piet. En we gaan nu naar het Eierplein onze volgende klant ophalen. Dat is een echtpaar wat naar het ziekenhuis vervoerd moet worden. Al 6 jaar rijdt Piet vrijwillig op het busje. Hij vindt het belangrijk om iets voor de ouderen uit zijn buurt te kunnen betekenen. Zoals voor deze meneer, die zelf niet meer kan autorijden. Ik heb lichamelijke problemen, dus ik vind het gewoon een uitkomst. En deze meneer en zijn collega doen het ook allemaal nog vrijwillig. Fantastisch. Ik heb de ramen even een beetje los voor de doorwaai. En als u er hinder van hebt, dan moet u het maar even zeggen. De dankbaarheid van mensen voor zijn werk is groot, vertelt Piet. Sommige bedankjes zal hij niet snel meer vergeten. We hadden een oudere dame en die nam stevast een reep chocola voor de chauffeurs mee. Of ze kocht een croissantje voor de chauffeur en zei ze, nou chauffeur, u rijdt al zo lang, u zult ook al honger hebben. Nou, dan kreeg ik een croissantje. Ja, en dat zijn natuurlijk enorm leuke dingen. Ook voor de telefoondienst is de stichting op zoek naar nieuwe krachten. Nou, hij legt neer. En ik zie jammer, want het is een onbekend nummer, dus ik kan niet terugbellen. Goedemorgen, wat kan ik voor u doen? Wilt u vrijwilliger worden? Hoe laat moet u er zijn, zei u? Kijk dan voor meer informatie en contactgegevens op ouderenvervoerharen.nl. Wens ik u nog een fijne dag. Ja? Dank u, hetzelfde. Oké, dank je. Dag hoor.